In de nacht van 18 op 19 december vond om 3 uur een explosie plaats in Papendrecht. De deur, het raam en de hal van een woonhuis aan de Stellingmolen werden door de explosie en daaropvolgende brand volledig in de as gelegd. De bewoners, een vrouw en 2 kinderen, raakten niet gewond. De kat van het gezin kwam wel om in de brand. Meerdere buurtbewoners gaven aan onze verslaggever aan 's nachts ruw wakker geschrokken te zijn van een harde, schelle knal. 1 enkele buurtbewoner gaf daarbij aan ook meerdere verdachte personen te hebben zien wegrennen van de getroffen woning. Nadat het vuur geblust was, is de woning afgesloten met houten schotten. Het huis is op last van de Papendrechtse burgemeester voor 2 weken gesloten. De bewoners hebben een tijdelijke andere woonlocatie gevonden.